vrouwen vragen zich af wat het verschil is tussen de producten. Wat is het verschil tussen body lotion en body crème? Wat is het verschil tussen huidolie en massageolie? Handig om te weten, daarom ga ik daar verder op in. Een body lotion heeft een hydraterende werking en is eigenlijk geschikt voor ieder huidtype. Handig om je dag mee te beginnen en je huid na het douchen te verzorgen. De seconde body lotion uit de amandelbloesemlijn is een voorbeeld van een snel intrekkende lotion, hydraterend en handig, want het bespaart tijd in de ochtend. Dan is er ook de body lotion mousse, die eigenlijk een nieuwe vorm van body lotion is. Noem het een body lotion 2.0. Dezelfde hydraterende eigenschappen en je hebt maar een heel klein beetje nodig, bijvoorbeeld voor je beide benen. Na het insmeren kun je meteen aankleden. De body lotion mousse amandelbloesem is er speciaal voor de gevoelige huid. En gebruik je in de avond een body crème voor goede voeding van je huid. Zo weet je zeker dat je huid niet tekort komt. Huidolie bestaat geheel uit huidvettende bestanddelen. Dat is heerlijk als je een droge tot zeer droge huid hebt. Maar kan ook ideaal zijn als je je huid een mooi glansje wil geven. Een vetarme huid voelt vaak trekkerig aan en kan schilferig zijn. Als je wilt weten of je een vetarme huid hebt, kun je een testje doen. Knijp een klein stukje huid samen en kijk of het schilferig is. Zo ja, dan heb je een vetarme huid. Dan kun je het beste een huidolie gebruiken voor je dagelijkse verzorging. Omdat natuurlijke huidolie qua structuur veel lijkt op ons huideigen talg, slurpt de huid als het ware de olie op. Daardoor trekt de olie snel in zonder plakkerig gevoel. Massageolie is een product dat lijkt op huidolie, maar echt een andere samenstelling heeft. Bij dit product is het belangrijk dat het zich goed verdeelt over de huid en niet meteen intrekt. Even kort samengevat, wat maakt Knijp Bodycare zo uniek? Op basis van natuurlijke oliën, geen conserveringsmiddelen zoals parabenen, geen siliconen, mineralen of paraffineolieën. Knijp is een echte nature's expert.